In deze masterclass van de gebruikersdagen gaan we beter presenteren in 2D bekijken. Dit doen we vooral om ons project beter te kunnen verkopen, dat het niet een eenvoudige 2D-tekening is, omdat er veel meer diepte en veel meer karakter in zit. Eerst hebben we hiervoor een concept nodig. Dat concept gaan we samen maken, of we gaan samen bekijken hoe je een soort moodboard kan maken. Het eerste dat we gaan doen is layouten. Dit gebeurt meestal voornamelijk uit afbeeldingen en sfeerbeelden. Ik heb hiervoor al een witte pagina klaarstaan. En op deze witte pagina gaan wij nu een paar afbeeldingen gaan toevoegen. Maar niet alleen toevoegingen, we gaan ook ze een beetje bewerken. Eerst nemen we een marmertextuur, een terrazzo marmertextuur, en ik sleep die op mijn tekening. Op dat moment krijg je de vraag of het als een afbeelding of als een hulpbron moet binnenkomen. In dit voorbeeld nemen we eerst afbeelding, een eenvoudige afbeelding. Je kan ook nog kiezen of het als een JPEG of een PNG binnenkomt. Voor mij maakt dat momenteel niet uit, dus ik kies voor JPEG. De afbeelding is net iets te groot voor mijn tekening of voor mijn concept momenteel, dus ik kan die verkleinen door te slepen. Met de shift-toets ingeduwd hou je de verhoudingen. Dit lijkt goed voor op mijn moodboard. Ik ga er even nog een afbeelding bij halen. Dit keer een hexagon houtafbeelding. Hierbij kies ik weer gewoon voor JPEG. Momenteel nog niet zo belangrijk. Maar we gaan hier eventjes een stapje verder. We gaan die niet zomaar vergroten, verkleinen. We gaan hier eigenlijk een stukje uitsnijden, want ik wil niet heel deze afbeelding. Bovendien staat hier nog een cijfertje dat ik zeker niet nodig heb. Bij een afbeelding kan je daar nog stukjes gaan uitsnijden. Door te dubbelklikken op de afbeelding kom je in een bijsnijding. Ik neem nu het gereedschap polygoon. En met het polygoongereedschap gaan we een stukje snijden uit die afbeelding. Ik ga eventjes inzoomen op de afbeelding. En dan kies ik bijvoorbeeld om maar enkele vlakjes uit te gaan snijden. Je kan zelf dan kiezen hoeveel en hoe je die vlakjes wilt gaan snijden. Ik ga er maar enkele nemen. Zo bijvoorbeeld. De vlakjes binnen de uitsnijding, die zullen dan de felle kleur krijgen van de afbeelding zelf. De andere stukken buiten die bijsnijding, die zullen licht blijven. Dat wil ook zeggen dat die straks niet gaan verschijnen. Klik ik nu op verlaat bijsnijding, dan ga je ook zien dat er enkel en alleen van die bijgesneden vlakjes een afbeelding zal verschijnen. Die kan ik eventueel terug vergroten en verkleinen en op mijn blad positioneren. De kleur van deze afbeelding vind ik nog niet perfect. Daarom ga ik daar een beeldeffect op toepassen. Een beeldeffect kan je toekennen via het infopalet. Daar vind je een optie beeldeffect toepassen. Vink ik die optie aan, krijg ik ook een kader beeldeffecten. Door daarop te klikken, krijg ik een nieuw venster. Links ga je mijn afbeelding zien staan en rechts gaan alle opties staan waarmee je een beetje kan gaan tweaken. Op dit moment ga ik er een klein beetje meer sepia aan toekennen. Is dat oké voor jou? Dan kan je op toepassen klikken en heb je een aangepaste afbeelding. Photoshop is dus op dit moment niet meer nodig. Om een beetje meer sfeer te krijgen binnen mijn moodboard, ga ik er ook nog een afbeelding van een plant bij zetten. Ik sleep de afbeelding op de tekening, alleen ga ik hier heel specifiek kiezen voor PNG. Het is namelijk een PNG-afbeelding waar een alfa-kanaal in zit. Alfa-kanaal wil zeggen dat er geen vulling, geen achtergrond is. Je kan dit alfa-kanaal ook aanvinken in Vectorworks, want dan ga je een veel mooier beeld krijgen. Als je die niet aanvinkt en je probeert op een andere manier die witte kleur eruit te halen, die achtergrondkleur, dan ga je nog veel gepixelde witte vlekjes krijgen. Ik klik op oké. En mijn plantje verschijnt. En je gaat zien dat de contouren nu heel mooi verschijnen. Doe ik hetzelfde zonder die PNG aan te zetten. En kies ik hier voor PNG, maar importeer alfa-kanaal niet. Dan krijg je dit. Een afbeelding met een wit vlak. Soms kan het ook niet anders natuurlijk. Op dat moment heb je je kenmerkenpalet nodig. En kan je dan zeggen... Ik wil geen achtergrond. Het probleem is dan, ik ga ze eventjes naast elkaar zetten en ik ga inzoomen.
dat je hier ziet dat er witte puntjes verschijnen. De afbeelding met alfa-kanaal heeft dat niet. Ook deze ga ik een klein beetje gaan verkleinen, iets te groot voor op mijn blad. Zo. En ga ik ook iets zachter zetten. Het groen vind ik net iets te veel voor mijn presentatie. Ook dat kan ik gaan aanpassen in het infopalet. Ik activeer beeldeffecten toepassen. En ik kies nu om iets meer verzadiging in mijn afbeelding te plaatsen. Dan wordt die iets doffer, iets grijzer. Ik wil graag in mijn moodboard iets meer diepte gaan steken. Door die afbeelding hierin te steken, krijg je gewoon platte vlakken op elkaar. Iets meer diepte kan je erin steken via schaduw of slagschaduw. Dat is een optie in het kenmerkenpalet. Ik klik mijn vlakje aan en in het kenmerkenpalet klik ik op de optie slagschaduw. En zo komt er een klein beetje schaduw binnen onze afbeelding. Later binnen de masterclass gaan we nog iets dieper gaan kijken binnen die slagschaduw. Ook mijn plantje geef ik slagschaduw en dan ga je zien dat het perfect alle contouren van onze afbeelding gaat overnemen. Je hoeft niet altijd afbeeldingen te gebruiken, je kan ook gewoon egale kleuren gaan toevoegen. Niet alleen in je moodboard natuurlijk, maar ook in jouw plan. Egale kleuren kan waarschijnlijk al iedereen toekennen, maar er is iets nieuws in Vectrex 2020 en dat is dat je het hele RAL kleurenpalet hebt. Dat RAL kleurenpalet is niet standaard zichtbaar. Hiervoor heb je je kenmerkenpalet nodig. Ik ga die even in het midden plaatsen. En kan je bij egale kleuren kleuren gaan toekennen. Eerst zie je altijd actieve kleuren. En dan zijn er altijd twee paletjes standaard aanwezig. Klassieke Vectorworks kleuren en de standaard Vectorworks kleuren. Duw ik nu op het icoontje met het sleuteltje en het potloodje voor de instellingen. Dan opent er een nieuw venster met aan de linkerkant alle kleurenpaletten die beschikbaar zijn in Vectorworks. Vanaf Vectorworks 2020 zijn ook daar niet alleen de demopaletjes van er al aanwezig, maar ook de uitgebreide kleurenpaletten. Aan de rechterkant kan je dan een lijst terugvinden van alle RAL-kleuren die in dit kleurenpaletje aanwezig zijn. Wil je een van die kleurenpaletten die niet standaard actief zijn toch gaan gebruiken in jouw tekening, dan hoef je enkel en alleen vooraan hier aan te klikken, zodat er bij actief een vinkje staat. Klik je dan op oké, dan ga je vanaf nu in jouw lijstje met kleurenpaletten jouw aangeduide kleurenpalet ook terugvinden. Ben je wat aan de slag gegaan met die afbeeldingen en die schaduwen, dan kan je bijvoorbeeld dit als resultaat krijgen. Het tweede deel en het grootste deel van deze blok is het opsmukken van onze plannen en onze aanzichten. Het eerste dat we hiervan gaan bekijken is ons plan aankleden met afbeeldingen en onze aanzichten. Afbeeldingen geven een heel realistische weergave op jouw plan, maar er zijn wel een paar belangrijke dingen bij. Ga altijd op zoek naar naadloze afbeeldingen. Naadloze afbeeldingen zorgen ervoor dat als je die op een heel grote oppervlakte gaat plaatsen, dat je geen afleiding of geen afbakening gaat zien. Afbeeldingen zijn heel leuk, maar zijn wel de zwaarste 2D-vullingen die er aanwezig is in Vectorworks. De andere type vullingen die we gaan bekijken zijn veel minder zwaar. Binnen Vectorworks valt het wel mee qua zwaarte, maar het is voornamelijk als je gaat exporteren als PDF, dat je PDF dan enorm zwaar kan zijn. Dat komt omdat bij heel grote vullingen die afbeelding wordt herhaald. Binnen Vectorworks is dat maar één afbeelding, maar eens je het op PDF hebt staan, is elke herhaling een afbeelding op zich. En zo kom je natuurlijk aan een enorm zware PDF. We hebben hier ons plan staan. Dus ik heb op voorhand al een plan getekend. Ik heb een grondplan, een snede en een aanzicht. Deze gaan we gaan opwerken. Nu, zoals ik al gezegd had, is het belangrijk om een naadloze afbeelding te proberen gebruiken wanneer je texturen gaat plaatsen op jouw vlak. Een van de sites die je daarbij bijvoorbeeld kan gebruiken is M-Texture. Deze internetpagina werkt ook samen met Vectorworks. Je ziet ons bijvoorbeeld hier bij de partner staan. Bij M-Texture zijn heel goede texturen qua materialen. Je kan bijvoorbeeld op zoek gaan op basis van materiaal. En op basis van kleur. Er zijn ook nog andere zoekopties en filteropties natuurlijk.
Je krijgt zo een hele lijst met alle materialen. Het enige wat je moet doen om deze textuur te gaan downloaden, is te klikken op Cut and BIM Texture. De textuur zal te vinden zijn binnen jouw downloads. Je vindt daar altijd een MTEX met een cijfer en een MTEX medium. Die medium gaat iets minder zwaar zijn. Het enige wat je nog hoeft te doen, is het te slepen op jouw Vectorworks. En in plaats van bitmap te kiezen voor hulpbron. Zo komt die in jouw hulpbron en kan je die als vulling voor een vlak gaan gebruiken. Onze textuur is hier nu aanwezig. Nu, met deze textuur ga ik voorlopig niets doen. Ik ga eerst aan de slag met de betontextuur. Deze gaan we plaatsen op de gevel. Hiervoor ga ik eventjes inzoomen op mijn gevel. En ik zou graag op dit vlak en dit vlak een afbeelding plaatsen. Daarom selecteer ik ze. En in het kenmerkenpalet kies ik daarom voor de optie afbeelding. Hij gaat altijd standaard al een afbeelding plaatsen. Nu, dit is niet de juiste afbeelding. Ik had liever gehad dat we gaan voor de afbeelding beton. Momenteel is het beton echt veel te klein. Die afbeeldingen die komen binnen op basis van pixels, niet op basis van ware grootte. Activeren we bewerkprojectie in onze basisgereedschappen, dan verschijnt er rond één afbeelding of één stukje afbeelding een vlakje dat we gaan kunnen bewerken. Een van de eerste dingen dat we daarmee kunnen doen, is die namelijk gaan vergroten. Zo vergroten we onze afbeelding. Je kan die ook gaan draaien. Via de middelste puntjes kan je erop klikken en kan je de richting van je afbeelding gaan bewerken. Een klein beetje te groot. En door het vlakje te verplaatsen, ga je ook jouw textuur kunnen gaan verplaatsen. Op dit vlak heb ik die aanpassingen niet gedaan. Nu, ik wil niet alles terug opnieuw beginnen, daarom gebruiken we het pipetje. En het pipetje dat we vinden in de basisgereedschappen, die gaat ervoor zorgen dat we grafische kenmerken die we aangepast hebben, of al dan niet aangepast hebben, gaan kunnen opnemen. En door op de Alt te duwen, gaat mijn pipetje veranderen in een emmertje en dan kan ik die droppen. En dan heeft hij perfect diezelfde kenmerken en aanpassingen overgenomen. Voor mijn dak vind ik het net iets te groot, dus ik activeer terug bewerkprojectie en ik maak het toch nog ietsje kleiner. Maar zo moet ik toch al minder werk gaan verrichten. De rechthoeken die je aan de linkerkant hier ziet, worden hazenvlakjes. Ik ga er enkele al selecteren en we gaan hier nu ook een afbeelding op plaatsen. Afbeelding. En ik kies hier voor de afbeelding hout 4 bijvoorbeeld, staat nu al actief. Nu, die afbeelding vind ik momenteel toch nog net niet juist. Ik wil die afbeelding voor al mijn vlakken gelijktijdig aanpassen. En daarvoor kan ik gebruik maken van nog het extra instellingen-icoontje in het kenmerkenpalet. Klik ik daarop, dan opent er een venster. En dan zie ik bijvoorbeeld de afstand daarvan staan, de breedte, de hoogte en eventueel de hoek. Mijn afstand ga ik ietsje aanpassen. En mijn breedte ga ik ook ietsje groter maken. Wil je de aangepaste weergave zien voor je op OK klikt, dan kan je klikken op voorvertoon. Als het dan toch niet juist is, kan je nog gaan aanpassen, al in plaats van eerst te gaan bekijken en dan terug de instellingen te gaan aanpassen. Dit is voor mij goed. Ze zijn allemaal gelijktijdig aangepast, dus ik klik op OK. Maar nu had ik toch liever een ander soort hout. Ik klik nog eens op de instellingen en ik ga hier mijn hout veranderen naar hout 1. Ik doe dat op deze manier en ik kies niet gewoon standaard een andere afbeelding, omdat hij op deze manier al mijn instellingen dat ik daar straks had aangepast, gaat hij behouden en gaat alleen maar de afbeelding gaan veranderen. Ga je zo aan de slag met die afbeeldingen, dan kan je dit al als resultaat krijgen. Het tweede dat we gaan toevoegen aan onze opwerking zijn motieven. Een motief is superhandig als je geen juiste afbeelding vindt van het materiaal. Je kan zelf zo ver gaan als dat je wilt. Zoals het hier al is aangegeven, gaan we een motief maken voor ons parket of voor onze vloer. Momenteel staat hier al één motief in mijn tekening.
als we eens gaan kijken in ons hulpbronnenbeheer, dan zien we hier het motief staan. Hexagon tegels. We gaan van dit motief eens een duplicaat maken. Dupliceer. Zo hoef ik, als ik een aangepaste versie van dat motief wil, niet alles opnieuw terug te tekenen. Roze. Bewerk ik nu het motief, dan kies ik ervoor om de geometrie aan te passen, dat zijn de vormen. Dan kom ik in de instellingen van mijn motief. Wat er hier nu is aangeduid, is wat ik effectief getekend heb binnen het motief. Alles wat je daar rond ziet zijn herhalingen. Je gaat namelijk een basis tekenen en die basis gaan we dan herhalen over, of gaan we dan herhalen tegen elkaar. Je gaat namelijk een basis tekenen en daar ontkomen herhalingen en we plaatsen die herhalingen tegen elkaar zoals we zelf willen om zo weinig mogelijk repetitie te gaan krijgen. Heel belangrijk ook, teken niet één of twee vlakjes met een bepaalde kleur, want dan ga je die heel veel herhalen. Door er iets meer te gaan plaatsen, hier zijn er momenteel 12, ga je ook veel minder herhaling terugvinden binnen jouw tegelpatroon in dit geval, of binnen jouw motief in het algemeen. Ik selecteer nu één tegeltje. En we gaan dat tegel een andere kleur geven. Ik neem mijn vullingen. En ik kies voor een roze kleur. Verlaat ik nu mijn motief, dan ga je zien dat binnen mijn hulpbronnenbeheer nu twee motieven aanwezig zijn. Eén met enkel en alleen grijze tegels en één met één roze tegel in. Ik wil nu deze tegel gaan aanpassen. Nu, ik ga die er niet gewoon opplaatsen, omdat ik de tegels die je hier ziet staan ook al via die bewerkprojectie op de juiste plaats heb gezet. Ga je nu vanuit het hulpbronnenbeheer bijvoorbeeld die tegel gaan slepen daarop, dan staat die helemaal op een andere plaats en is die uitlijning zoals je ze hier ziet niet perfect. De makkelijkste manier, de beste manier om die dan te gaan wijzigen, is weer op dat instellingen-icoontje te klikken binnen jouw kenmerkenpalet. En we veranderen hier dan de tegel, zodat de kenmerken die je hier ziet of de aanpassingen die je hier ziet behouden blijven. We gaan nu eens helemaal vanaf nul beginnen en samen zo'n motief gaan aanmaken. Hiervoor heb je het hulpbronnenbeheer nodig. Ik dubbelklik in een blanco deel van mijn hulpbronnenbeheer en ik zeg dat ik een motief ga aanmaken. Ik geef aan mijn motief een naam. En ik klik op OK. Een blanco tekening of een blanco vlak gaat verschijnen. En in dit vlak kunnen we dan gaan tekenen. Ik neem de vorm die ik wil gaan tekenen. In dit geval een regelmatige veelhoek. Bestaande uit 6 hoeken. En ik wil die maken op basis van de lengte van één zijde. Ik teken er al eentje met de lengte van 10 centimeter. En dan ga je zien dat er onmiddellijk duplicaten gaan verschijnen. Die duplicaten heb ik momenteel nog niet nodig, want eigenlijk is dit niet het juiste aantal. Ik ga er nog wat meer gaan plaatsen. Door op die duplicaten te gaan klikken, kan je die gaan verplaatsen. Ik ga nog een paar extra vlakjes bijtekenen. In dit voorbeeld ga ik er maar 4 tekenen, maar zoals ik daar straks al had aangegeven, hoe meer vlakjes je gaat tekenen, hoe minder herhaling je ook gaat zien. Ik ga me eerst even concentreren op mijn origineel getekende elementen. Daarna ga ik straks die herhalingen erbij nemen. En hierop gaan we een afbeelding gaan plaatsen. Dus binnen die motieven hoef je niet alleen te gaan werken met vlakjes en egale kleuren. Je kan daar ook de andere soorten vullingen op gaan plaatsen. Daarom gaf ik daar straks ook aan dat je zo ver kunt gaan als je zelf wilt. Ik selecteer een van mijn vlakjes en ik kies in het kenmerkenpalet voor een afbeelding. Ik selecteer mijn tweede vlakje. Ook hier geef ik een afbeelding. Maar ik kies een andere, de 3 bijvoorbeeld. En zo ga ik bij al mijn vlakjes een vulling geven. Nu staan mijn afbeeldingen allemaal nog recht. Via die bewerkprojectie ga je daar ook een lichte rotatie aan kunnen geven. Dat is veel logischer natuurlijk. Dan dat die allemaal
mooi in dezelfde richting gaan zitten. Oh, hier ga ik deze richting gaan aannemen. En hier ga ik ook nog de richting gaan wijzigen. Zo bijvoorbeeld. Een ander iets dat ik ook ga veranderen, is de kleuren van mijn lijnen. Standaard staat altijd zwarte lijnen aan. Nu, zwarte lijnen binnen een presentatie komen altijd heel hard over. Daarom ga ik in dit geval niet voor zwarte lijnen kiezen. Meestal gebruik ik iets donkerdere lijnen algemeen. In dit geval ga ik eventjes nu gewoon voor bruine lijnen gaan. Zoom ik nu terug uit, dan ga je zien dat bij die herhalingen die afbeelding ook overal verschijnt. Je ziet daar ook dat er precies een kruisje staat binnen mijn lijnen. Dat komt, ik ga nog eventjes terug inzoomen, omdat bij die bewerkprojectie mijn afbeelding niet volledig over mijn vlakje staat. Het kan dus soms zijn dat er een kleine witte marge in zit. Je kan dat vermijden door die ene afbeelding volledig over dat vlak te zetten. Ik zoom terug uit en ik ga nu mijn herhalingen erbij plaatsen. Ik ga nu niet met die hoekjes werken, want als je met de hoeken werkt, dan ga je horizontaal en verticaal gelijktijdig verplaatsen en dat is niet altijd handig. Ga je met een van die middelste duplicaten aan de slag, dan ga je horizontaal en verticaal individueel gaan aanpassen. Ik zoom een beetje meer in. Ik neem dus mijn middelste duplicaat, ik klik erop en ik verplaats die tot tegen mijn originele tekening. Dat doe ik ook met de andere richting en zo vormen ze één geheel. Klik ik op verlaat motief, dan ga je ook ons motief terugvinden in ons hulpbronnenbeheer. Die gaan we nu plaatsen op onze tekening. Ik neem het motief uit ons hulpbronnenbeheer en ik sleep die op de tekening. Ook dat is een manier om die vulling juist te krijgen. Alleen komt het nog niet echt uit tegenover mijn vorm dat ik hier heb. Daarvoor kunnen we dus gebruik maken van die bewerkprojectie. Die heeft meerdere opties, meerdere mogelijkheden. En die gaat dus hier eigenlijk weer de verkleinde versie of een selectie gaan laten zien. Die selectie is exact de vorm die ik daar straks heb getekend, die vier veelhoeken. En ik kan die vorm dus eventjes gaan verplaatsen naar de rand. Ik ga even inzoomen op de rand ook. En dan kan ik zo die op de juiste plaats gaan zetten. Neem ze hier bijvoorbeeld en ik ga uitlijnen met het vlakje hier. Een klein beetje gaan verplaatsen. En die is perfect uitgelijnd. Soms kan je ook die motieven gebruiken als je gewoon een materiaal wilt geven. We hebben daar straks aan de slag geweest met afbeeldingen, maar bijvoorbeeld van die marmertegel, van die terrazzo marmer, vond ik geen mooie afbeelding die perfect naadloos op elkaar was aangesloten. In dat geval kan je dus een motief gaan maken. En dit motief bestaat er gewoon uit dat er heel wat vlekjes zijn en die vlekjes herhalen zich ook. Hebben we al onze algemene vullingen, zoals de afbeeldingen, de motieven, egale kleuren, nu op onze tekening geplaatst, dan gaan we daar nu wat meer diepte in gaan brengen. En die diepte gaan we brengen met schaduwen en met in snedes eventueel lichtinval. Dit kan je doen op twee manieren. Ofwel ga je echt die schaduw gaan tekenen, plus eventueel toekennen aan een bepaalde klasse, zodat we die grafische kenmerken niet 100 keer moeten opnieuw gaan herhalen. Of we gaan aan de slag met slagschaduw. Hier zien we dus onze tekening klaar. Met eenvoudige afbeeldingen, eenvoudige motieven dat erop staan, zoals we daar straks hadden bekeken. En we gaan nu aan deze tekeningen wat meer diepte geven. Het eerste dat we gaan doen, is zelf schaduw gaan tekenen. En dit gaan we doen op deze muur hier. Zo. We gebruiken daarvoor het polygoongereedschap. En we gaan zelf een polygoon tekenen. Nu, als je zelf schaduw tekent, dan is dat meestal met een bepaalde hoek. Gebruik die hoek dan ook overal in jouw tekening. Dat je niet plots met een hoek van 45 graden zit en met een hoek van 30 graden, dat komt een beetje raar over. Ik teken in dit geval een hoek van 45 graden. En ik ga deze nu toekennen aan een klasse.
En ik gebruik voor schaduw altijd een klasse om te vermijden dat ik 500 keer die grafische instelling moet aanpassen, zoals de kleur en de transparantie. In dit geval heb ik al een klasse aangemaakt. Als we die klasse gaan bekijken, die noemt ook gewoon schaduw, dan heeft die een paar kenmerken. We hebben hierbij automatisch toekennen aangevinkt. Dat wil zeggen dat alle elementen die in die klasse zitten, die grafische kenmerken gaan overnemen. We hebben gekozen voor een zwarte vulling. Gebruik nooit een grijze vulling, want als je daar een transparantie op zet, lijkt er ergens een witte korrel nog in te zitten. Schaduw heeft geen lijnen, dus die heb ik ook op geen gezet. En als laatste heb ik een dekking toegekend. Die dekking, op dit moment staat die op 30%. Selecteer ik het vlak, dan kan ik nu via het infopalet zeggen dat die in de klasse schaduw moet zitten. De allereerste keer dat je dat gaat gebruiken, gaat hij vragen, wil je die grafische kenmerken overnemen van jouw klasse? Op dat moment zeg ik dus ja. Een andere manier is om aan de slag te gaan met slagschaduw. Ik selecteer bijvoorbeeld een tafeltje waarop ik die slagschaduw wil gaan toekennen. Hiervoor ga ik naar het kenmerkenpalet en klik ik op het knopje van slagschaduw. En er zal onmiddellijk een schaduw gaan verschijnen. Nu, als je die slagschaduw gaat gebruiken op heel jouw project, dan kan het wel eens zijn dat bij het zoomen dat hij af en toe veel moet laden. Je kan die slagschaduw gaan aanzetten of uitzetten tijdens het bewerken. Dat is een instelling in de voorkeuren van Vectorworks. Maar in de methodebalk kan je aan de rechterkant wat shortcuts gaan instellen. Een van die shortcuts in de lijst is ook de shortcut slagschaduw. Momenteel staat die actief, zodat we ook de slagschaduw binnen onze tekening zien. Tijdens het tekenen kan het soms handig zijn om die optie uit te zetten, zodat hij ook veel sneller gaat laden tijdens het zoomen. In mijn snede heb ik een boom staan. Om iets meer diepte te geven aan die boom en om ook duidelijk te laten weten dat die boom niet tegen mijn gebouw staat, ga ik die er slagschaduw aan geven. Nu, de slagschaduw zoals die standaard nu staat, is niet correct. Daarom kan je nog in de instellingen van alles gaan aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen wat de afstand is tussen jouw schaduw en jouw boom. In dit geval kies ik voor 250 centimeter, want mijn tekening staat in centimeter. Wazigheid wil zeggen hoe vloe die zal zijn. Die laat ik staan op 4. 4 vind ik wel oké. Als je het niet goed weet, ga klik opnieuw dan op voorvertoning, want dan krijg je al een juist idee van de afstand of van de instellingen die je hebt aangepast. De dekking ga ik plaatsen op 30%. En de hoek die bepaalt waar mijn schaduw zal verschijnen. In dit geval ga ik die op 180 graden zetten, zodat die heel proper aan de linkerkant verschijnt. Ik klik op oké, want ik vind dat mijn slagschaduw nu wel proper staat. Je kan niet alleen schaduw geven aan jouw elementen, maar als er ergens ramen zijn, zoals hier aan de rechterkant en bovenaan al die glaspartijen, dan kan lichtinval ook een leuk effect geven. Ik heb hier al met het polygoongereedschap de vlakken waar die lichtinval zal verschijnen getekend, want anders zou dat iets te veel tijd in beslag nemen momenteel. Die lichtinval ga ik net zoals bij de schaduw koppelen aan een klasse. Kijken we de klasse na, dan ziet die er ongeveer hetzelfde uit als bij de schaduw. Automatisch toegekend. Mijn vulkleur is hier wit en niet zwart, zodat het echt als lichtstralen zal binnenkomen. En mijn dekking heb ik gezet op 45%. De lijnen staan net als bij de schaduw gewoon uit. Ken ik deze polygoon nu toe aan de klasse lichtinval, dan zal die transparantie en die kleur ook gaan verschijnen. Om een illusie te geven waar het licht en op welke manier het licht kan binnenvallen. Hebben we alle schaduw en lichtinvallen geplaatst, dan kan dit het resultaat zijn. Verder gaan we ook nog verlichting plaatsen. Dit zorgt voornamelijk voor wat meer sfeer en gezelligheid binnen jouw tekening. Alles van lichtbronnen wordt voornamelijk geplaatst aan de hand van verlopen. We gaan eerst eens zelf een verloop aanmaken voor zulke verlichting. Ik neem hierbij mijn hulpbronnenbeheer en we gaan samen zelf een verloop aanmaken. Ik dubbelklik in een wit deel van mijn hulpbronnenbeheer en ik kies om een verloop te gaan aanmaken. Ik klik op creëer. En ik geef het verloop een naam. Verlichting 1 bijvoorbeeld.
Er gaan twee pipetjes aanwezig zijn. Het linkse pipetje geef ik nu een gele kleur. En het rechtse pipetje geef ik exact dezelfde gele kleur. Alleen gaat het verschil hier tussen zijn dat ik aan het linkse pipetje een dekking, een transparantie geef. 0. We gaan niet van een kleur met 100% dekking naar wit met 0% dekking. Want dan gaat hij niet alleen dekking toekennen, maar hij gaat ook van wit of van de kleur naar wit toe gaan. Dan ga je hier ook wat wit zien verschijnen in onze overgang. Ga je van kleur naar dezelfde kleur en verander je alleen maar de dekking, dan ga je wel een mooie overloop zien van die bepaalde kleur. En meer hebben we niet nodig om verlichting te gaan plaatsen. Deze verlichting gaan we nu toekennen aan onze bar. Ik heb hier al met een polygoon de twee vlakjes getekend die ik wil gaan gebruiken. We gaan daar niet één geheel van maken, omdat ik de richting anders niet juist kan bepalen. Ik selecteer mijn eerste polygoon. Ik ga naar mijn kenmerkenpalet en ik kies daarvoor verloop. In mijn lijstje van verlopen kies ik voor het verloop dat we net samen hebben aangemaakt. En ik kies ervoor om die lijnen weg te zetten. Verlichting heeft geen lijn. Daarna pas ik de richting aan van mijn verlichting met bewerkprojectie. Waar die 100% kleur is, dat plaats ik aan de bovenkant. En mijn 0% kleur plaats ik aan de onderkant. Als deze twee polygonen uit hetzelfde vlak waren, dan zou ik hier deze richting worden aangenomen. En dat klopt natuurlijk niet. Dus hier kies ik opnieuw voor ons verloop. En met bewerkprojectie pas ik de richting aan. De lijn zet ik natuurlijk ook nog even uit. Daarnaast kan je nog op twee manieren in een snede of in een aanzicht lichtbronnen plaatsen. Het eerste dat we gaan doen is aan de hand van een bol. Dus we zien hier enkele lampen staan. Als je een soort gloeilamp of bolvormige verlichting wilt gaan plaatsen, kan je dat best doen aan de hand van een cirkel. Dus ik teken een cirkel die groter is dan mijn lamp. Ik ga die cirkel een verloop geven. En ik ga de vulling weer, of ik ga de lijn uitzetten. Alleen gaan we dit niet zo laten staan, want een verloop gaat altijd eerst lineair verschijnen. Bij een bol willen we die radiaal hebben. Via de instellingen van het kenmerkenpalet kan je dan kiezen voor een radiale verlichting of een radiale verloop. En het enige wat we daarna nog moeten doen, is dat verloop op de juiste plaats zetten met bewerkprojectie. Mijn volle kleur plaats ik in het centrum en hij vaagt uit naar de buitenkant. Zet wel het verloop achter jouw lamp, want dan lijkt het alsof die erdoor gaat verschijnen. Als laatste ga ik vanuit een soort spot een lamp plaatsen. Dit ga ik ook doen met een verloop. Maar dit is wat een specialer verloop. Want als we dat verloop eens gaan bekijken, dan is die als volgt opgebouwd. Ik heb aan de linkerkant en aan de rechterkant 50%. En dan heb ik heel kort daartegen eigenlijk al 0% staan. En hier tussen gebeurt er niets. Het blijft hier dus op 0 staan. En die is opgebouwd omdat we die gaan gebruiken als type hoek. Hoek wil zeggen dat hij aan de linkerkant begint en dan 360 graden gaat draaien tot aan de rechterkant. Klik ik op OK, dan zal je zien dat hij ergens begint, 360 graden draait en ergens stopt. Dus mijn begin en mijn einde plakt tegen elkaar. Ga ik dat nu met bewerkprojectie nog in de juiste richting zetten, dan krijg je dit effect. Ik ga het alleen ietsje hoger laten starten.
Ik zet mijn rand nog uit. En ik krijg een soort spot-effect bij mijn verloop. Heb je al je verlopen aangezet voor jouw verlichting, dan krijg je dit resultaat. Ik ga voornamelijk hier eens op zoomen, dan zie je dat ook duidelijker. We hebben nu steeds bepaalde soorten vullingen één per één gebruikt. Motieven, afbeeldingen, verlopen. Maar je kan ook gaan combineren. Dat geeft heel leuke effecten. Ik heb hier al een lijntekening van een park. In dit park gaat ook ons gebouw aanwezig zijn. Deze vlakken zullen de grasvlakken zijn van het park. Deze grasvlakken ga ik eerst een afbeelding geven. Ik ga naar mijn kenmerkenpalet en ik kies voor afbeelding. In dit geval gaan we voor de afbeelding mos. Het moet niet altijd exact hetzelfde materiaal zijn als wat je gaat gebruiken. Hier kies ik voor mos. Ik ga geen mospark hebben. Dat zullen grasvlakken worden. Natuurlijk is dat nog veel te klein. Daarom ga ik nog eens naar de instellingen van het kenmerkenpalet. En ik ga de breedte en de hoogte gaan aanpassen. 4000 bijvoorbeeld. Klik ik op voorvertoon, dan ga je al zien dat dat mos groot is, enorm groot. Ik wil gewoon een weergave hebben. Ik wil niet exact dezelfde afstand en exact dezelfde maat van een bepaald grassprietje hebben. En ik klik op oké. Ik wil daar nog een verloop op plaatsen en daarom ga ik al die vlakjes dupliceren. Op Windows is dat met Ctrl-D en op Mac is dat met Command-D. Die kopieën komen bovenop elkaar te staan. Ik ga naar het kenmerkenpalet, kies daarvoor verloop en ik kies voor het verloop vlak of grasvlak. Elk verloop komt nu exact op die plaats te staan. We gaan dat nog een klein beetje gaan aanpassen. Ik ga daarom naar de bewerking. Ik kies ervoor om die radiaal te plaatsen. De lengte ga ik plaatsen op 1500. Maar als ik nu op voorvertoning klik, gaat elk vlakje zijn eigen radiale weergave hebben. Daarom ga ik die ietsje aanpassen en ik zeg, jij moet die eigenlijk laten lopen over de selectie over zijn geheel. Klik ik op voorvertoon, dan ga je zien dat hij over één verloop gaat. Nog ietsje te kort of ietsje te klein. Dus ik ga die wat groter maken. Ik ga die ook nog een klein beetje gaan verplaatsen. En dit is wel het effect dat ik wou hebben. Ik klik op oké. Alleen natuurlijk, nu zien we niets meer van dat gras. Dus ga ik daarom in het kenmerkenpalet klikken op de dekking of aan de dekking gaan aanpassen. En we gaan een dekking toekennen van 70%. Zo zien we nog wel onze grasvlakken, maar het is toch net iets donkerder en er zit toch net al iets meer speling binnen die vlakken. In het midden hebben we een waterpartij. Hier ga ik ook eerst een afbeelding aan toekennen. En ik kies hier voor de afbeelding sneeuw. Zoals ik daar straks al had gezegd, je moet niet de specifieke afbeelding van het materiaal dat je zoekt gaan overnemen. Sneeuw kan ook perfect. Ik ga die afbeelding wat gaan vergroten met bewerkprojectie. Heel wat gaan vergroten zelfs. En ik ga die hier in het midden plaatsen. Mag net nog ietsje kleiner. Zo. Daarna ga ik weer dat vlak dupliceren om het toch ietsje rustiger te houden. Command-D of Ctrl-D. En ik plaats ook hier weer een verloop over. In dit geval het verloop loofwit bloei. Het zit standaard in de Vectorworks bibliotheek. Met bewerkprojectie ga ik die ietsje schuiner gaan plaatsen. Zo bijvoorbeeld. En ik ga ook hier een dekking aan toekennen. 80% bijvoorbeeld. Zo komt die afbeelding er toch nog zachtjes door. Om nog een stapje verder te gaan, kan je ook op sommige vlakken bijvoorbeeld toch nog een duplicaat gaan plaatsen.
daarbovenop bijvoorbeeld nog eens een afbeelding plaatsen. Ik ga die sneeuw bijvoorbeeld terugnemen. En ik ga die sneeuw gaan vergroten. Enorm gaan vergroten. En ik geef die ook een dekking, maar ik ga die dekking nu heel laag houden. Op die manier zie je maar heel zachte schaduwvlekkenpatronen verschijnen. Ik ga niet terug die afbeelding hier gaan aanpassen. Ik ga gebruik maken van het pipetje. Ik neem de kenmerken op. Ik laat ze zowel hier als daar eventjes vallen. En ik pas van de vlakjes de dekking nog aan. Hebben alle vlakken de vullingen gekregen zoals je zou willen? Dan kan je dit bijvoorbeeld als resultaat krijgen. Als laatste gaan we nog een paar dingetjes opsmukken aan ons plan. Dat opsmukken gebeurt voornamelijk op basis van verlopen. Dus verlopen worden wel heel veel gebruikt in het opwerken van jouw plannen en jouw aanzichten. En we gaan ook nog een beetje extra animatie gaan creëren. We hebben hier ons aanzicht van daar straks, waar we de afbeeldingen, de verlopen en de lichtinvallen al hebben toegekend. En we gaan hier nog twee dingen doen. Eerst en vooral gaan we aan dit raam iets meer diepte, iets meer glans geven. En dat doen we met verlopen. Ik selecteer bijvoorbeeld het grote vlak. En in het kenmerkenpalet kies ik voor verloop. En ik kies voor het verloop loofblauw. Daar zit een lichte blauwe lijn in en aan de andere kant de iets donkerdere vlakken. Door die weer te gaan bewerken met bewerkprojectie, of aan te passen met bewerkprojectie, lijkt er een soort weerspiegeling nu in het raam te zitten. Ik neem die kenmerken over met mijn pipetje. En er zit ook een weerspiegeling, of er lijkt ook een weerspiegeling te zitten bovenaan in het glas. In de twee vlakjes zit ook een transparantie. Een transparantie van 50%. En dat gaan we nu wel nodig hebben. Want we gaan daar wat animatie in steken. Die animatie die is voornamelijk op basis van figurantjes. Contouren van figuren, mensen, meubelen. Nu, die animatie heeft bij mij, of die contouren hebben bij mij, een zwarte vulkleur, geen pen en een dekking van 60%. Ongeveer eigenlijk wat we ook hebben gedaan bij de schaduwen. Selecteer ik nu mijn animatie, dan versleep ik die op de plaats dat ik wil. En dan kan ik die naar de achtergrond brengen. Ook hier ga je die in mijn snede kunnen zetten. Ik ga wel dan de lichtinval op de voorgrond zetten, want de lichtinval gaat over mijn snede. Bij mijn park wil ik eigenlijk op de achtergrond van mijn contouren ook nog een beetje een weergave of een illusie geven van beton of van bestrating. Dit ga ik niet doen door gewoon een vulkleur toe te kennen. Dit ga ik ook weer doen aan de hand van een verloop. En ik kies nu een verloop bestaande uit transparantie, een grijze kleur en terugtransparantie. En die ga ik een klein beetje gaan aanpassen met die bewerkprojectie opnieuw. Zo. De lijnen ga ik daarbij nu uitzetten, zodat het eerder altijd over een illusie gaat en dat we niet die heel harde contouren zien. Hier zie je ook nog het resultaat wanneer alle animatie en alle verlopen aanwezig zijn.